mensen, leuk dat jullie kijken naar de tweede aflevering. Dus ik ben de mol. Over Stinny Jensen en wie is de mol? Hint 1. Die gaat eigenlijk over de eerste aflevering nog. Nou, het schaakbord. Daar stond de witte dame. Die stond verkeerd op het schaakspel in Kiev bij Jan en Jean-Marc. En daar was stond de witte dame verkeerd. En Stine... Dat betekent dat ook, de witte koning verkeerd staat. Trouwens, ja. Dus dat wil niet per se zeggen dat de mol een vrouw is, wat die tipgever zei. Want als de witte dame verkeerd staat, staat de koning ook verkeerd. Maar het zou ook kunnen betekenen dat het geen witte vrouw is en geen witte man, maar een zwarte vrouw. Ja, en dat is Simone. Dat is mijn mol. Heb ik nog een hint voor? Trouwens, uit dezelfde aflevering. Ik heb een hele sterke filosofische aanwijzing. Die eerste aflevering, die heette Een verhaal apart. Ja, en dat is een boek over Simone de Beauvoir. Dus dat heb ik helemaal moeten lezen deze week weer. En toen dacht ik, ja, we hebben in de uitzending ook iemand zitten die Simone heet. Dus die is de mol, wat denk jij? Dit is Simone de Beauvoir. Maar de Beauvoir betekent in het Frans goed zien. Een mol is slechtziend. En daardoor kan Simone dus juist niet de mol zijn. Moeten we niet even over ronden hebben, jongens? Ik vond het heel sneu dat hij niet terug mag komen van de kandidaten. Maar kunnen we daar ook een tip uit halen? Ja, nou, heel veel mensen zeggen dat Loes de mol is. Ja, waarom? Omdat zij dit deed. Nee, niet naar Hongaard. Maar dat is juist een kandidatenactie. Omdat dan krijg je geld in de pot als je goed zit. Dus als je een mol bent, dan zou je niet zo nodig tegen Ron zijn. Ja, ik vind dat ik zelf Stine Jensen. Jij denkt dat Stine de mol is? Ja. Waarom? Nou ja, zij... zij doet het gewoon heel mollig. Ze doet mollig. En ze is een beetje buiten de groep. Oh ja. Ze is echt buiten de groep en ze doet niet zo heel veel. Ziet er ook niet veel in beeld. Ze valt niet zo op. Nee. Dit was Dus Ik Ben de Mol. En bedankt voor het kijken. En check allemaal. Laat reacties achter. En wie jij verdenkt. En tot de volgende keer. Dum, dum, dum!